morning, the Netherlands. Nou, maar weer zijn we een update. Laat ik hiermee beginnen. Ik zag een filmpje van Max van den Berg. Dat hij in een auto zit. En hij heeft zijn gordel om. Maar die draagt hij dan waarschijnlijk niet zoals het voorgeschreven is, officieel. Nou, in elk geval, de politie die rijdt hem en degene die bij hem in die auto zit, achterna over het fietspad. Politiebusje, 4 man stappen uit. Nou, weer een heel gedoe. En weer uitgebreid moeten ze dan zijn idee. En dat, och, dat duurt minuten dat ze het al druk hebben met die idee van die man. Net alsof ze niet weten wie die is. En uiteindelijk een boete voor het verkeerd dragen van zijn gordel. En weet ik veel. Nou ja, klaar. Dat deed mij denken aan het volgende. Het was zomer 2020, denk ik, of begin 21 ergens. Nou, ik weet het niet meer precies. Daar ergens. Ik reed op mijn fiets buiten Harlingen. Op het fietspad naast de rondweg. En ik zie een politieauto mij tegemoet komen over het fietspad. Ik denk, oké. Nou, en vlak voordat ik hem passeren moest, parkeerden ze hun auto in een inhammetje naast het fietspad. Dus ik kon passeren. En ik dacht, ja, nou, wat is dit? Zal wel. Ik moest nog een paar kilometer doorfietsen voordat ik op de plek van mijn bestemming was. Een huis aan een klein boerenweggetje op de vlakte. En nou, daar zou ik even wat dingen gaan doen voor vrienden van mij. Dus ik zet mijn fiets neer, ik ga naar binnen, ik doe wat, ik kom buiten. Ik zou buiten even wat doen. Komt diezelfde politieauto, denk ik, weet ik wel zeker, aanrijden over dat boerenweggetje. Tegenover dat huis is een dam over de sloot, zodat boeren het weiland kunnen oprijden. Die politie steekt hun auto achteruit in die dam. Dus ze kijken recht op dat huis waar ik buiten wat aan het scharrelen ben. En blijven daar een paar minuten staan. En rijden vervolgens weer terug van waar ze gekomen waren. Nou, dat soort dingen gebeuren met je als jij op de zwarte lijst staat bij justitie. Het is niet de enige keer dat dit soort grappen mij gebeurd zijn. Maar deze schoot me te binnen. Ik vertel lang niet alles wat ik meemaak in de praktijk. Want dan kan ik dag en nacht al doorgaan. Maar deze schoot me even te binnen. En dan denk ik, ja, ja, herkenbaar. Herkenbaar gedrag. Dus, goed. Nou, wat hebben we meer te melden? Oh, ook wel grappig. Ik kreeg laatst een privébericht van iemand. Die was na zo'n gospeltruc show geweest in Dordrecht. En die was een eindje verderop gaan staan. En die was de mensen gaan informeren van, ja, hey, dit is niet oké, jongen. Die, wat zij daar vertellen en doen op die gospeltruc. En die Vincent Berhitu, die vorig jaar in Harlingen ook op mij meende te moeten afstappen, terwijl ik een heel eind verderop op een muurtje zat, gewoon dat spektakel eens even aan te kijken. Ik bemoei me er niet eens mee. Maar nee, Vincent Behito meende naar mij toe te moeten komen. Nou, en binnen de kortste keer stond hij dat te schreeuwen dat de demonen mij moesten verlaten. En wij, oh, achterlijk gedoe. Maar wat deed Vincent Behito nu? Hij heeft de politie gebeld. Hij belde de politie, joh. Weet je wat er gebeurde? Politie, 2 agenten waren toevallig in de buurt. Dus die gingen het gesprek aan met die man die verderop stond, de mensen te waarschuwen voor die gospeltruc.
En laat een van die mannen nou bij een of ander heel gematigd kerkje zitten, waar ze niks moeten hebben van al dat charismatische gedoe. Dus die agenten die gaven die man gelijk. Van ja, inderdaad. Dus die deden daar ook verder niks aan. Maar Vincent Berhito die de politie belt. Oh boy. Ja, Klaas van Denderen sluit zich inmiddels aan bij Empowerment 23. Van Matthijs van der Steen en zijn occulte maten. Ja, nou, verder nog wat? Ik weet het even niet, jongen. Gewoon even een klein updateje. En als me meer te binnen schiet of dit, dan meld ik me wel weer. Gekkenhuis. Oh boy. Nou, jongens. Hè? Wereldoorlog nummer 3 komt eraan. Ja. Ja, dat moet allemaal gebeuren, hè? Zodat de hele wereld zal schreeuwen om de verlosser, de verlosser. Oh. Oh, ook wel leuk. Die toestand toch met die aliens. Dat het Pentagon een unidentified flying object uit de lucht schiet. Nee, dat zijn geen spyballons van China. Ja, we weten niet. Ja, we moeten wel rekening houden met aliens. En dan sta ik. Ga ik toch een keertje doen. Dan sta ik dus op Videre. Ook zo'n trollenkanaal. Met een filmpje van mij dus. UFO Disclosure Reality TV of zoiets. Dat heb ik hier spontaan. Ik hoorde een keer een melodietje. Ik denk, ah ja, deze is toepasselijk. Dus ik ben even spontaan dat hele onderwerp aangesneden. Hè? Skinwalker Ranch, jongen. Nou, dat gebeurt dus echt, hè? Die grappenmakerij. Hoe heet die? Vugel? Stinkend rijke miljardair. Die dat financiert. En voor hem was het Robert Bigelow. Die nou een van de SpaceX runt. Die deed dat samen met de regering. En dan moet ik zo lachen, joh. Want ik ben dus door dat kanaal Videre door de strand getrokken. Niet alleen met dat filmpje, maar ook met dat filmpje. Ah, die idioten, me hier en me daar. Dan denk ik. Ja. Het zal vanzelf wel blijken, hè? Een en ander. Er was zo'n ophef in hem. Oh, aliens en oh, buitenaardsen. Nou, laat mij gekke Gerritje maar zijn. En trek me maar lekker door de stront. Maar op een dag, jongen. Ja, wie het laatst lacht, lacht het best. Dat dan weer wel. Nou, succes allemaal waar je ook mee bezig bent. Mijn advies is doe de geboden van Jezus. Oh, die hoeven wij helemaal niet te doen. Je hebt dus ook mensen die zeggen... Nee, dat is voor de Joden. Dat is voor de Joden. Alleen wat Paulus... Paulus is de apostel van de heidenen. En alles in Matthäus is dat alleen voor de Joden. Hallo? De geboden van Jezus zijn alleen voor de Joden? Oh, ja, dat verklaart ook weer een hoop. Dus dan mag je als christen zeker wel liegen en schijnheilig zijn. En je beter voordoen bij de mensen en eer van mensen willen. En dan mag je zeker wel al die dingen doen waarvan Jezus bijvoorbeeld om te beginnen in Matthäus 5, 6 en 7 heeft gezegd. Dat moet je wel doen en dat moet je niet doen. En wat hij daar gesproken heeft geldt gewoon voor alle mensen. Want alle mensen hebben een geweten. Doe het goede en laat het slechte na. Dat is alleen voor de Joden? Ja, joh. Oh boy, oh boy, oh boy. Nou, die Ashbury kermis begin ik al niet meer. Inmiddels zit Francis Chan daar en Rick Warren. En ja, succes jongens. Met The Great Awakening is coming. Lucifer's light. Oh, hallelujah. Glory. Jesus. Nou, geef mijn portie maar aan Vicky. En een prettige dag allemaal. Doei.